gewoon de eigenaren die het niet opruimen, gewoon bekeuren. Dikke bon erop en hopen dat ze het nooit meer gaan doen. Het ene na het andere kind stapt in een hondendrol onderweg naar de Maria Basisschool in Serenberg. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn die viezigheid zo langzamerhand wel zat. En daarom zijn ze een actie begonnen. Ze hebben borden gemaakt om hondeneigenaren duidelijk te maken dat ze de zooi achter hun hond moeten opruimen. Mensen laten honden hier poepen. En dat is de Maria Basisschool in Serenberg een doorn in het oog. Want de overlast is groot. Ouders en kinderen die aankomen lopen en de school binnenlopen met hondenpoep aan hun voeten. En terwijl ze daar zelf niks aan kunnen doen. Het is op weg naar school. Ik moet mijn kinderen constant waarschuwen van let op, hier ligt poep, daar ligt poep. Het is gewoon echt een drama. De leraren en leerlingen hebben nu actie ondernomen. In de hoop de hondenbaasjes te bewegen de poep van hun dier op te ruimen. We hebben een soort van borden gemaakt en die hebben we dan aan de dingen rond het plein gehangen. Honden die aan het poepen zijn, maar met strepen doorheen. De gemeente heeft inmiddels beloofd ook te helpen om het probleem op te lossen. De gemeente die gaat wat extra surveilleren om te kijken of het goed gaat. Gewoon de eigenaren die het niet opruimen, gewoon bekeuren. Dikke bon erop en hopen dat ze het nooit meer gaan doen.